Goedendag, John Wick weer even live, einde de tijdsjournaal, Draconian Invasion. Het boils down to this. Let op, nogmaals. Dat zit, we geloven dat het in spiegel staat, maar nou, anders draai ik mijn camera zo nog eens op. Oké, ik ga heel even kort, ik wou gewoon heel even korte registratie maken van deze dag. Ik ga zo direct even echt downtunen, chillen, jointje roken. Ik promote overigens nooit geen wiet. Dus MK Ultra, rotzooi, militarische crates, veel te sterk. Vroeger had je dat veel lichter. Nou, af en Illuminati, that's it. En hoe je het ook wil noemen. Ik zeg het nogmaals, slechte mensen die slechte dingen doen. Iedereen heeft een hyperfocus. Nogmaals, de dogma's. Dat is waarom de nucleaire bombs op aarde vallen. Dogma's, landgrenzen. ja, grenzen die overschreden worden. Maar ze zijn op één ding uit. Dat is war. Ze zijn insane. Ze zijn krankzinnig geworden. En dan kan je heel simpel, dan kan je een psycholoog bijhalen. En links en rechts. Overal weer. Maar bij het conservatieve spectrum, ja, bij het conservatieve spectrum zit er wel nog common sense. Hè? Dat heb je nog wel. Ja, dus daar waar ze zeggen rechts en dergelijke. Maar politiek dualiteit, dat is echt absoluut geen discussie. Ja, als je in politiek gelooft, dan ben je in je hoofd verdoofd. Ja, dat is heel simpel. Dat is wat het hele is. En in Nederland is het zo grappig, want het is altijd een middenmoot. Het is altijd dan links, rechts, maar ze komen altijd in het midden uit. En dat mensen die heel vaak, die allemaal, hè, al die wappies en flappies, die ook allemaal afhankelijk zijn van hele socialistische en sociale systemen. En dergelijke, die er juist tegenin gaan en iedereen wil kosten dragen. Maar ja, dat is ook op de kosten draaien. Op kosten draaien, maar dat is een aanval. Maar afvind, dat is gewoon simpelweg voorbereiden op Draconian-invasies, twee fases. En dit is fase 2. Dus er zijn twee fases van die, de infiltratie. Dat staat ook in de header. De infiltratie. En het was via de Brookline. Het was en is via de Brookline op aarde. Via een besmetting. Via een contamination. Ja, via de Brookline. Via de megacorporaties. Via de tech. En via media. En wat mensen zich vergist hebben. Wat allemaal heel Hollywood. Hollywood, hoort van die boom. Hollywood. Dat is magie. Hè? De druïden. Druïdes en alles. Nou, dat is ook weer absoluut geen discussie. De overheden die altijd liegen, die geven nou toe dat er UFO's, maar ze hebben een andere benaming nou. Nou is de Unidentified Aerial Phenomenon, dacht ik. UAV's. Volgens mij was het nou UAV's. Ja, we kennen ze als UFO. Ja, bla bla bla. Alien tech, gestolen tech, nagebouwde tech, reverse engineers. Stephen Greer zegt ook niet alles. Bob Lazar zegt ook niet alles. Phil Schneider, die was ook gebreinhackt. Ja, er was ook gewoon, bij Phil Schneider was het ook gewoon flauwkul. Dus we hebben nu achteraf van zoveel dingen niet kunnen verificeren. Maar het is wel zo. Ja, waar Area 51 op aliens geëxperimenteerd van alles. En normaal clone facilities en Antarctica, daar wordt op mensen geëxperimenteerd. Nou, dat is ook waar het alles om gaat. Zoveel activiteit bij Antarctica. Ja. De oorlogen om natuurlijk NATO. NATO wil zoals alles. Hè. Toen het dat ook overal die olie hebben. Hè. Of het dan met Kuwait is of waar dan ook alles. Hoe ze Gaddafi hebben afgeslacht. Hè. Met de Pan-Afrikaanse dollar. Gaddafi die het geregeld had. En goed. Ja. Als een hond in de straten. Ja. En hoe ze dat alles en al die governments hebben getoppeld. CIA. Overal, overal in Zuid-Amerika's, Noord-Afrika, overal toppen ze, waar dan ook. Ja, nou, de pot voorbij de ketel, dat is zwart, blijft een speciale operatie. Ja, een speciale operatie voor daar het witwassen, wapens die verdwijnen, ja, de hele javelins die gelijk javelins die op het dark web staat, die in de handen van de kartels terechtkomen. Nou, maar het is één grote psychologische oorlogsvoering, maar ook gewoon met heavy gear. En daar, waar de hele club en Rutte nooit aan mij gevraagd heb of ik daarvoor belastingcenten over heb. Dat ze aan nazi's wapens geven. Nee, dankjewel. Bedankt Rutte dat je het ook hebt gevraagd. En dat er hele andere discussies zijn. Dus dat is allemaal nep, allemaal toneel. Ja. Het is een referentiekader. Nou, een maker daarin is. Waarom Thierry Baudet nooit over chemtrails?
Nou, ja, dat is toch simpel? De simpel is ABC, dat is 1, 2, 3. Waarom heb je het nooit zwaar? Er zijn allemaal documenten over, allemaal dergelijks. Nou, nou meneer Thierry Bidet, kom met dan mooie briefjes aan en white papers en dergelijke. Dat is helemaal niks. Ja, die zullen eeuwig liegen, eeuwig discussie betalen. Dus er is helemaal geen discussie. Hè, met de hele Q&A en alles. Iemand nog wat? Iemand nog wat van Lange Frans gehoord? Lange Frans is in het Oosterbaard. Nou, die kunnen beter. Dus Lange Frans is in het Oosterbaard. Ik vind dat ze zich beter kunnen aangeven voor zoveel mensen de hersenspoelen. Er wordt al decennia lang gespeculeerd en gesproken en workshops gegeven. En hè, daarin allemaal uitgelegd wat werkelijk spirituele oorlogsvoering is. Hè? En over reptilians, over adrenochrome, over de royals, de bloedlijnen. De blauwbloeds, die het ook dat ijzer ook nodig hebben. Adrenochrome, de jachtfeesten, nou, alles wat gewoon al die data die ze al lang kent. Zoek even iemand. Maar er was nooit een QAnon en een hele lynchagenda en met Guantanamo Bay en alles. Dus helemaal 0,0 gebeurd. Ik heb gisteren nog even die uitzending zitten nakijken van Lange Frans. En Jeanette Ossenbaard met een, en het niet zo ontzettend direct bij de naam noemen. Jeanette Ossenbaard en Lange Frans. Nou ja, waarom noemen ze Jeanette Ossenbaard en Lange Frans niet zo direct bij de naam? En dan hebben ze het hierover. Ja, heel simpel. Omdat ze zelf Illuminati zijn, die basis. Dus, nou, waar zijn Lange Frans en Jeanette Ossenbaard met de QAnon bullshit? Ja, dat is letterlijk bullshit. Saturnus, boel, een paal met Moloch. Nou, in ieder geval. Ik wou een korte registratie maken van deze prachtig mooie dag in Utrecht hier. En andere kinderen ga ik nog even wat tijd besteden, want bibliotheek is prachtig mooie. Die show goed mooi gemaakt. Nou, dat is een andere item wat ik heb gemaakt. Nou mensen, gezegd allemaal. Amicus Humanigenicus, Amicus Humanigenicus, Amicus Humanigenicus. Semper Fidelis, Semper Fidelis, Semper Fidelis. Actions, actions, actions. Goed volgt. Miep, miep.